Sommige mensen denken van zichzelf dat ze voorzichtige automobilisten zijn. En het is natuurlijk fijn om dat van jezelf te denken, maar de vraag is of dat ook altijd zo is. Hoe dan ook, als u denkt inderdaad een voorzichtige rijder te zijn, dan kunt u misschien korting krijgen op uw autoverzekering. Een verzekeringsmaatschappij hoeft daarvoor alleen maar een kastje in uw auto te plaatsen of een app op uw telefoon te installeren om daarmee de nodige gegevens te verzamelen. Daarvoor is natuurlijk wel altijd uw toestemming nodig. Exacte locaties, zoals GPS-gegevens, worden niet gemeten. Alleen maar de snelheid wordt gemeten. De metingen zijn dus, volgens de verzekeraars, niet privacygevoelig. Maar de vraag is of dat wel klopt. Want uit snelheidsmetingen kan men ook heel veel informatie afleiden. Onderzoekers in de Verenigde Staten hebben de resultaten van hun onderzoek gepresenteerd. Het gaat daar om een methode die ze hebben bedacht om op basis van snelheidsmetingen de exacte locatie van een auto te berekenen. En mijn conclusie is dan dat die gegevens die wij geven over snelheid wel degelijk ook privacygevoelig kunnen zijn. In Nederland kunt u bij bijvoorbeeld een verzekeraar Polis voor mij terecht voor een verzekering met snelheidsmonitoring. Nou, hoe werkt dat? Dat zal ik even proberen uit te leggen. Verzekeraars kijken via een app op uw telefoon, bijvoorbeeld de iPhone-app App for Drivers, wat uw rijgedrag precies is. Die app is vooral bedoeld voor jongere chauffeurs overigens. En die app registreert zowel het rijgedrag als het belgedrag van de bestuurder en geeft feedback wanneer iemand onveilig rijdt. En wie zich aanmeldt om deze gegevens aan de verzekeraar kenbaar te maken, die kan door extra veilig te rijden ook een extra korting krijgen op de verzekeringspremie. Ik hoop dat u de logica begrijpt. Het is natuurlijk een mooi idee. En de directe feedback en die financiële stok achter de deur, die geven een goede motivatie aan de chauffeur om veilig te rijden. En het is dan waarschijnlijk ook niet voor niks dat in 2012 deze app de prijs heeft gewonnen voor de nationale verkeersveiligheid in Nederland. En verzekeringsmaatschappijen die claimen dus, dat zei ik al, dat dergelijke apps helemaal geen probleem opleveren in verband met privacy. En bovendien, automobilisten kiezen er zelf voor om zo'n polis af te sluiten of niet. Maar ik vraag me af of de klant niet toch een beetje wordt misleid wanneer men kiest voor zo'n specifieke verzekeringspolis. De verzekeraars claimen dus dat de gegevens over de locatie van de verzekeraars claimen dus dat er helemaal geen gegevens worden verzameld over de locatie van de auto en dat er dus ook geen gevoelige informatie wordt verzameld. Maar ik had het zo even al over die onderzoekers uit de Verenigde Staten en die hebben aangetoond dat die informatie wel degelijk privacygevoelig kan zijn omdat uit snelheidsmetingen aanvullende informatie kan worden afgeleid. Uit de snelheid is namelijk in veel gevallen ook de locatie van een auto af te leiden. En het team van onderzoekers heeft deze berekeningsmethode Elastic Pathing genoemd. En de kern van de methode zit in het gebruik van een stratenplan, bijvoorbeeld Google Maps. En dat wordt dan gekoppeld aan de informatie over de snelheid. De snelheid waarmee iemand over een bepaalde straat kan rijden verschilt namelijk enorm per straat. Het hangt allemaal af van de snelheidslimieten, verkeerslichten die wel of niet aanwezig zijn, scherpe bochten, enzovoort. En de enige informatie die de onderzoekers verder nog nodig hebben, is het vertrekpunt van de route. Maar in veel gevallen is dat het thuisadres. En het thuisadres is natuurlijk ook bekend bij de verzekeringsmaatschappij. Om het nog beter uit te leggen zal ik een voorbeeld geven. Stel, u woont in een klein dorpje aan een kleine onverharde weg. Daarom rijdt u bij het vertrek eerst stapvoets. En aan het einde van de weg kunt u linksaf
het dorp in, daar is de maximumsnelheid 30 km per uur. Of u kunt rechtsaf de provinciale weg op en daar is de maximumsnelheid 60 km per uur. Nu meet die app van de verzekeringsmaatschappij een snelheid van 58 km per uur. En de methode concludeert dus dat u rechtsaf bent geslagen. Bij een autorit van een bepaalde duur leidt zo'n berekening natuurlijk al snel tot een heel groot aantal mogelijke routes die allemaal moeten worden gematcht met die snelheidsdata. En dat maakt het probleem nogal complex. Een gewone huis-, tuin- en keukencomputer kan dat simpelweg niet allemaal berekenen. Maar ook daar hebben de onderzoekers een slimme oplossing voor gevonden. De exacte route hoeft namelijk helemaal niet te worden berekend. Een benadering is ook al heel interessant. En dat blijkt in de praktijk ook voldoende. De onderzoekers hebben hun berekeningsmethode getest aan de hand van 800 autoritten. En in 20% van de ritten lag de voorspelde eindbestemming minder dan 500 meter van de echte eindbestemming. En dat lijkt misschien een lage score, maar het is nog maar het begin van die methode. En die methode kan vast nog wel verbeterd worden. En dan kunnen misschien de resultaten ook worden aangescherpt. Op dit moment is de belangrijkste conclusie van dit verhaal dus dat de bevindingen van die onderzoekers, dat we daaruit kunnen concluderen dat het mogelijk is om de locatie af te leiden enkel en alleen aan de hand van snelheidsgegevens van een auto. En de onderzoekers uit de VS claimen helemaal niet dat verzekeraars dat ook doen of van plan zijn om dat te doen, maar hun claim dat snelheidsgegevens niet privacygevoelig zijn, klopt dus niet. Dankjewel.